het is als cadeau eigenlijk geven we het. Maar we laten daarmee zien dat het plastic wat wij eigenlijk als cadeau hebben aangenomen, toch ook een weerszijde heeft. We zijn het plastic om het paard aan het maken, eromheen aan het maken, zodat het één geheel wordt, zeg maar. Eigenlijk, ja, vroeger hebben de Trojanen het paard van Troje binnengehaald. En ze dachten dat het een goed idee was, maar de vijand zat erin. En wij hebben ooit plastic binnengehaald en wij dachten dat het een goed idee was. Maar er komen we nu achter dat het dus eigenlijk helemaal geen goed idee is. Dat we onszelf in onze eigen vingers snijden. Paard van Troje, ja, het paard van Troje is natuurlijk een hele goede symboliek voor hoe wij omgaan met ons plastic afval. Of om met ons plastic in de algemene zin eigenlijk. Kijk, plastic is natuurlijk een product wat enorm veel voordelen heeft. En die voordelen, daarvoor hebben wij het aangenomen. Maar de weerszijde ervan, de eeuwige houdbaarheid van het product, zorgt er ook voor dat het meteen zijn zwakke punt is, zijn keerzijde. Dat was onze achterliggende gedachte. We wilden er een verhaal aan vastmaken, omdat dat toch mensen aanspreekt. Dus ja, we hopen dat op deze manier mensen het echt gaan begrijpen. En dat is, ja, eigenlijk de symboliek van het paard, van Troje, wat we binnenlaten. En dan naderhand pas erachter komen wat de weerszijde is van het product. Ja, dat vonden wij een enorm mooi verhaal, een enorm mooie verwijzing om te gebruiken in dit beeld. Ze zijn goed aan de slag. Ze pakken het gauw op. En ja, hun verzameling plastic afval, dat is ook machtig mooi om te zien. Ze waren één middagje op pad en als je zag wat ze al allemaal hadden verzameld, dat is een behoorlijke voorraad. Daar kunnen we wel weer een tijdje mee aan de slag. Dit is het project Green Alert. Ik vind het heel interessant. Duurzaamheid is best wel een moeilijk begrip. Als je iemand vraagt, ja, wat houdt duurzaamheid in, dan moeten heel veel mensen daar vaak nog wel echt even over nadenken. Want duurzaamheid, ja, is gewoon, vond ik zelf wel een heel moeilijk begrip. Nou ja, het plastic verbruik in Nederland en in, ja, over de wereld trouwens ook. In nou ja, wat we eigenlijk spenderen en of dat het eigenlijk niet hoeft, zeg maar. Dat we best wel kunnen verminderen. Ja, als je echt ziet dat de jeugd er ook echt mee bezig is, ja, dat werkt veel beter als dat je volwassenen een beetje met het wijzende vingertje andere studenten of mensen gaat vertellen hoe je het wel moet doen. Ik denk dat je het op deze manier, ook op een positieve manier, gewoon laten zien, een kunstwerk, iets moois maken, in plaats van met het vingertje wijzen. Ja, wij denken dat dat de beste manier is om andere mensen te bereiken. Nou, wat we hopen is dat we het beeld door de stad laten reizen en dat we daardoor ook laten zien dat het plastic afval dat meer kan zijn dan alleen maar een restproduct. En dat we, als we dat op de juiste manier gebruiken, dat het echt nog wel iets is waar we veel langer gebruik kunnen maken dan het eenmalige vuilniszakje wat we direct weer weggooien. Wat is nou duurzaamheid voor jou? Duurzaamheid voor mij is goed met het milieu omgaan, ook met je spullen goed omgaan en ja, eigenlijk gewoon zorgen dat je ook denkt om je eigen wereld. Want ja, ja, wij zijn de toekomst, wij zijn de jongeren en wij moeten hier nog wel een aantal jaar over, rondlopen, mag ik hopen. En, dus ja, je moet gewoon goed omgaan met je spullen en ook goed denken om de anderen. Dat is eigenlijk voor mij duurzaamheid.